Het is ondertussen al een tijdje geleden dat ik een 1 versus 1 heb gedaan in Brawl Stars. En vandaag heb ik een 1 versus 1 match waar je u tegen zegt. Namelijk tegen Sugarsnot. Ik dacht, weet je wat, we doen gewoon weer een keer een 1 versus 1 tegen een pro. Voor jullie entertainment laat ik mij mezelf vernederen. Ja, we gaan sowieso niet winnen. Dat kan haast niet. Hij zit nu ook op dit moment in een e-sport team. OTP. Ik ken die e-sport team niet persoonlijk. Maar het is echt een enorm goede speler. Vroeger bekend als Sugarsnot, nu heet hij Free Sugar. Echt bizar. Hij staat echt dik eerste van Nederland nu ook momenteel. Hij had 1 had hij ingehaald. Dus dat is best wel bizar. Met meer dan 1000 trofeeën. En 1 staat alweer 3. Oh nee. Bijna 1500 voor op de nummer 3. In ieder geval, we gaan gewoon lekker 1 versus 1 doen. We gaan in totaal best of 5 doen. En elke keer een nieuwe map met een nieuwe game mode. En dan gaan we eens kijken wie nou gaat winnen. Ik denk dat ik niet ga winnen. Maar dan gaan we achterkomen. Misschien met heel veel mazzel wel. Maar als jullie er zin in hebben, smis dat duimpje omhoog. 5000 likes, heel nice. En als dat gaat lukken, vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En het kanaal van Sugar, die staat in de beschrijving. Dus check zeker even zijn kanaal. Hij maakte ook allemaal Brawl Star content. In het Nederlands. Of nee, is hij wel. Volgens mij heeft hij. Ik weet niet of dit Nederlands is. Misschien ook Engels. Ik weet het niet meer. En vergeet natuurlijk ook niet de code Bouws gebruiken. En Bouws.nl te checken. Maar ik zie jullie op het moment dat we het eerste potje gaan beginnen. Oké, nou dan gaan we dan. Het eerste potje. Ik heb voor Barley gekozen. Ik weet niet. Ik was vandaag gewoon lekker aan het pushen met Barley. Ik dacht, weet je wat? Ik ben nu een beetje ingespeeld met Barley. Dit moet hopelijk goed komen. We beginnen met overval. We gaan eens kijken. Oké, ik krijg meteen een hit op mijn bakkes. Dat is weer iets minder. Ik heb nog geen 1 hit kunnen doen. Ja, ik heb daar een hit kunnen doen. Ik heb er een hit kunnen doen. Oei. Ik wil natuurlijk een beetje pushen. Zorgen dat ik hier even wat hits kan doen. En dan kan ik even mijzelf healen nog. Ja, ik kan mezelf healen. En ietsjes damage gedaan, maar ik denk dat ik nu de lul ben. Ja, ik ben nu de lul. Oké, nou, ik denk op deze manier moet het de hele tijd gaan. Gewoon heen en weer pushen. Oké, Sugar heeft net iets meer damage gedaan. Dus in principe heeft hij het nu goed gedaan. Ik zal mezelf even healen. En no. Oh, dan heeft hij zijn super nu ook weer. Ah, dan ga ik toch dood. Oké, ik dacht even, ik ben goed ingespeeld op Barley. Maar toch niet. En daar gaat ze super. Ik moet nu eventjes proberen weer een beetje controle te krijgen. Ja, als Sugar hier nu bezig blijft, dan ben ik de lul. Ja, want ik loop achter qua damage, dus ik moet hem nu killen. Ik moet hem nu killen. Kom op. No way, man. Hoe krijgt hij dit van elkaar? Oh, en net blijft hij weer levend. Oei, dit is echt niet goed. Dit is echt één grote verdediging. Oh, hey, mijn kluis die staat nog. Oké, maar we geven het niet op. We gaan gewoon kijken of ik het even misschien een beetje terug kan pakken. Ik denk dat hij nu gewoon gaat pushen. En dan probeert hij gewoon met 1 hit natuurlijk zo meteen mijn kluis neer te krijgen. En ik moet dat natuurlijk proberen te voorkomen. Maar dat lukt niet. En ik heb 69%. Natuurlijk ook een mooi getal. Maar ik heb 0% zelf. Oké, hij had ook een iets hogere Barley. Ietsjes hoger, maar hij had 1139. Dus hij had ook redelijk gespeeld met Barley. We doen even een andere game mode. We gaan de hele tijd door. We doen nu wel even een potje knokbal. In principe maakt de map niet heel veel uit. We doen deze wel. Dan heb je lekker wat afstand. Gaan we hier even in spelen. Oké, Sugar had nu een knok gekozen. Hij had Dynamite gekozen met Jump Gadget. Waar ik niet heel goed in ben. En met spinnen. En ik denk dat hij daar ziek goed in is. Oké, ik ben de lul. Oké. We gaan ons best doen. Misschien met een magische trick of zo. Dat ik dan toch nog een win kan halen. Dynamite heb ik op dit moment. Nou, natuurlijk. Waarschijnlijk binnenkort ga ik de Dynamite weer pushen. Maar op dit moment heb ik hem het allerlaagste van al mijn knokkers. Dus dit wordt wel een pittig karweitje. Oké, op die manier kan je wel. Hij doet hij wel ziek. Oké, komt u maar. Mooi, ik pak die Sugar. No, of nee, toch niet. Oké, er waren in ieder geval weer een paar hits. Ik moet even die kant op pushen. Even die bal daarheen. Oké, top. Dan heb ik toch even die bal erheen gekregen. Dat is toch weer even iets. En die bal is ondertussen alweer weg. Eigenlijk moet je proberen gewoon een kill te maken. En dan proberen te scoren. Want het heeft niet zoveel nut om daarvoor al te scoren. Oké, oh shit. Oh shit. Kijk, en nu gooit hij denk ik zijn super. Wat gaat hij doen? Oh, hij houdt zijn super. Oké, want ik kan dit natuurlijk niet verdedigen.
Oké. Wat doet hij? Oké, hij probeert... Oh, lol. Hij deed een dubbele jump. Oké, dit wordt wel een beetje vernederend ondertussen. Oké, maar het is voor jullie entertainment, hè. Ik ga even doorpushen. En misschien dat het toch nog goed gaat komen. Toch niet. Toch niet, toch niet. Dat was een beetje zonde van mijn super. Had ik eindelijk mijn super en dan verpruts ik hem zo. Maar ja, aan de andere kant, Sugar die had ook niet heel erg goed zijn super net gebruikt. Maar die had in ieder geval mijn muren kapot gekregen. En zelfs ik heb dat niet. Oh, is hij nu bijna dood? No! Hij scoort ook nog. Oh, het is echt ernstig. Oké, maar ik heb nu bijna mijn super. Dus misschien dat het nu even iets beter zal gaan. Ik zal hier even kunnen hitten. Oké, moet even hier een hits doen. Als ik nu mijn super heb, dan kan ik een gat maken hier zo. En oh. Ik denk dat Sugar nog net niet kan scoren. Ik denk dat ik net op tijd terug ben. Denk ik hoor. Ja, inderdaad. Ja. Oké, kan ik in ieder geval die bal even wegschieten. Ja, kom, ik ga gewoon proberen die bal erin te lopen en zijn schoten te ontwijken. Dat zou misschien nog best wel kunnen werken. Ah, toch niet. Ik was er bijna. Het was het proberen waard, want we hebben nu nog 23 seconden. Ik denk dat het nu niet meer goed gaat komen. Dat kan haast niet. Oké. Ah, dat was een beetje zonde van mijn super weer. Nee, dit kan haast niet meer goed gaan. Nee, dit kan niet meer. Want de tijd is alweer bijna om. Ik ga de Sugar niet zijn tweede goal gunnen. Dat is mijn doel voor nu. Hij probeerde ook niet eens echt volop te gaan. Als hij volop zou gaan, had hij mij veel sneller verslagen. Maar dit was wel een beetje ernstig. Hij had ook gewoon Dynamite, had hij ook gewoon 1000+. Wat zullen we doen? Wat is er misschien een map of game mode waar ik wel goed in ben? Ik vind het... Ik ga nu even een knokker selecteren. Ik ga deze. En dan doen we Piper. Ik vind Piper wel chill. Oké, we gaan dus nu spelen met Piper. Ik heb tweede gadget, tweede sterkracht geselecteerd. Sugar die gaat dat ook selecteren. Maar ik sta momenteel 2-0 achter. En we doen best of 5. Dus met andere woorden, als je 3 keer hebt gewonnen, dan is het klaar. Dus als Sugar deze heeft gewonnen, is het finito. Dan. Maar nu kan die niet voor de... Zeg maar net naar knokbal kon hij een beetje zeg maar trollen. En dan hoeft hij die niet volop in aanval. Nu is dat wel het geval. Hij moet zeg maar die boutjes pakken, want als ik natuurlijk zo meteen zo'n robot heb, dan is hij de lul. Maar ja, misschien dat dat ook niet gaat gebeuren. Oh, hoe kan die net niet raak zijn? Oké, ik wil die hebben. Ah, no. Dat is zo shit. Als je 1 keer bent geraakt, gadget en je bent dood. Oké, die eerste robot moet ik zien te verdedigen. Oh, het is nog gelijk spel. Oh, moet hier even uitkijken. Oké, dus dat is in principe wel chill voor mij. Maar ja, aan de andere kant, ik sta nog steeds achter. Ah, oh, yo, ik kom hier niet uit. Oké, dit is heel irritant. Sugar, laat mij er even uitkomen. Oké, nice. Ah, oh, no way. Hij had die net kunnen ontwijken. Oké, maar dan heb ik eindelijk ook wat boutjes en moertjes en schroefjes. Dat is ook chill. Nice. Daar heeft hij weer een gadget voor. Ah, nu. Ja, lekker. Oké, nice. Dan kan ik deze nog pakken. En dan kan ik misschien deze robot nog pakken ook. Nou, om toch nog een beetje mijn eer te behouden. Ik zal even wegjumpen. Misschien dat ik deze robot alsnog ga pakken. Ik zal mijn gadget er meteen aanzetten. Nice. Oh, check. Ik kan misschien deze winnen. Dan heb ik toch even 1 keer gewonnen. Ja, ik vind Piper wel chill spelen hier zo. Ik wil eigenlijk nu even mijn super krijgen. En dan zorgen dat ik even een gat maak. We staan alweer gelijk qua schroefjes. Ik moet eigenlijk zo meteen controle behouden. Maar als ik de volgende robot verlies, dan kan ik alsnog verliezen. Dus ik moet deze winnen. Oké, nu ben ik denk ik de lul. Want nu gaat hij vet wel schroefjes pakken. Weet je wat? Ik ga gewoon eens hebben met mijn super erheen. Ik moet even snel hierheen komen. Ah, het ging wel eventjes goed. Maar nu eventjes niet. Ah, oh, dan ga ik dood. Oké, het is voorbij. Ik moest in de aanval, want deze robot moest ik winnen. En nu krijg ik een robot van level 8 tegen mijn bakkes. En dat gaat denk ik niet meer goed komen. Met mijn super had ik misschien nog iets tegen die robot kunnen doen. Maar dit gaat echt niet meer goed komen. Nee, inderdaad. Oké, dit is jammer. Kunnen we misschien Sugar nog even op afstand houden? Nou, oké. Nee. Zo close. Dit was het eerste potje die ik wel bijna had gewonnen. Maar net niet. En dan uiteindelijk heb ik 3-0 verloren. Ja, hij had trouwens Piper ook gewoon op 1000. Volgens mij heeft hij bijna al zijn knokkers boven de 1000 trofeeën momenteel.
Ja, behalve Edgar. Voor de rest alles 1000+. Dat is echt insane. Dat is echt extreem lijp. Alles op dit moment boven de 1000. Maar ja, dat zegt ook wel iets over hoe enorm goed Sugar Brawlstars kan spelen. Maar die laatste twee potjes die kunnen we laten, want het gaat toch niet meer goed komen. Ik ben in ieder geval blij dat ik 1 keer in de buurt ben gekomen. Het is niet wat die eerste twee potjes waren wel. En zeg maar die laatste... gingen nog mee door. Nee, dat was het voor deze video. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Als je hebt genoten, ondanks mijn grote nederlagen, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!